Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia, een radio met goed nieuws, nieuws met een eeuwigheidswaarde. Ik ga nu een hele belangrijke opname voor u maken, met de titel De betekenis van onze tijd. In wat voor tijd leven wij? Wat gebeurt er op politiek terrein? Wat gebeurt er op kerkelijk terrein? En wat heel belangrijk is, hoe werkt Satan ook in onze dagen? Daarvoor gaan we naar Lucas, hoofdstuk 21, en dan lezen we de versen 25 tot 33. En de Heer Jezus zegt, en er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volkeren, vanwege het broederen van de zee en de branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En hij sprak een gelijkenis tot hen. Let op de vijgenboom en al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, geschieden weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Dit is een deel van de profetische reden van onze Heer Jezus, waarin zijn discipelen hem vragen wat de verschillende tekens zouden zijn bij zijn wederkomst en de voleinding van de wereld. Als we nu naar de wereld kijken om ons heen, dan zullen wij snel zien dat we leven in een gevaarlijke tijd. Om de waarheid te zeggen, we leven in de gevaarlijkste tijd dat de wereld ooit heeft gezien. Er wordt berekend door wetenschappers en militaristen die deze dingen kennen, dat de wereld over een vermogen beschikt om zichzelf 3,5 maal uit te wissen door de atoombommen die in het bezit van verschillende landen zijn. Recentelijk is er nog bij stilgestaan bij Hiroshima en Nagasaki. Die zijn uitgewist door 2 atoombommen afgeworpen door Amerika aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeuren heeft een totaal andere wending gegeven aan de wereldgeschiedenis. Voor 1945 beschikte de wereld niet over het vermogen zichzelf uit te wissen. Ten spijte van de miljoenen die toen zijn omgekomen in de voorgaande 2 wereldoorlogen. En op een andere manier om aan de wereldbevolking een einde te maken aan het einde van deze 2 wereldoorlogen, is er natuurlijk aanwas dan aan het begin dan van de vorige oorlog. Maar vanaf de komst van de atoombom beschikt de wereld over het vermogen om zichzelf uit te wissen. Maar de mens is zich daar nog steeds niet van bewust. Daarom is deze boodschap zo belangrijk. Maar ik besef ook terdege dat het een aanstoot zal zijn voor vele liberalisten in onze dagen. Want er zijn boze machten aan het werk om de blanke volkeren van Noordwest-Europa die zij willen uitroeien, inbegrepen ons christelijk geloof, dat eraan vastzit, vastgekoppeld. Als wij blanken worden uitgewist, is het gedaan met het christelijk geloof. Er zijn 2 machtige, boze machten die zich concentreren om tot een climax te bereiken, om een doel te bereiken. 1. Door uitwisseling. Dus door atoomoorlog en oorlog. Punt 2, en dat wordt nooit onderkend, door verbastering. Volksvermenging betekent verbastering. Dat wil zeggen uitwissen van een bestaand ras. Dit moet u in gedachten houden, want ik zal een paar maal op terugkomen. Nu, volgens de weergave van Matthäus, van de profetische reden van onze Heer Jezus tot zijn discipelen,
hem hadden gevraagd welke tekens er zouden komen. Hij gaf als antwoord oorlogen en geruchten van oorlogen en heeft toen gezegd in Matteüs 24, vers 22. En indien die dagen niet ingekort zouden worden, zou geen vlees behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Geen vlees gered worden. Nu, dat kon nooit gebeuren voor 1945. Sedert die tijd zijn de kern en de kern van een potentiële vernietiging zelfs verscherpt met 10% en verbeterd en haarfijn veranderd. Daar heeft de Heer Jezus gezegd, en indien de dagen niet ingekort werden. U moet goed beseffen dat dit een geweldig onderwerp is die ik in het bijzonder vanuit de schrift zal tonen. Deze uitverkorenen zijn niet diegenen die de mensen denken dat ze zijn, dus geen resultaat van een uitverkiezing in de gewone zin van het woord. Als de Heer praat van uitverkorenen, dan bedoelt hij geen christenen. De Bijbel spreekt van de uitverkorenen, dan gaat het om een volk, Gods volk Israël, wel te verstaan. En bedenk tevens dat dit geen Joden zijn, zoals altijd wordt beweerd. Deze uitverkorenen zijn Israëlieten waarvan wij blanken een deel zijn en deze uitverkorenen liggen onder schot door uitwissing of verbastering. Dit zijn de twee kernbegrippen van vandaag. Wanneer ik spreek van de tekst in verband met deze betekenis van onze tijd, dan zegt de Heer Jezus in Lucas 21 vers 8, Hij zeide, zie toe dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het en de tijd is nabij. Gaat hen niet achterna. In Matteüs waarschuwt hij wel viermaal voor de misleiding als teken voor onze tijd. Wij worden gehersenspoeld op een zeer fijne en subtiele manier, waardoor de meesten er niet achter kunnen komen. Dit is voor mij een van de grootste tekens. Dit op kerkelijk gebied. Of politiek gebied, economisch regeert een geweldige misleiding. Ik wil hier nu niet verder op ingaan. En verder zegt hij in Lucas 21 vers 9 tot 11. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde. Toen zeide hij tot hen, volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen en nu hier en daar pestziekten en hongersnoden zijn. En ook vreselijke dingen en grote tekenen aan de hemel. Al deze dingen zien wij vandaag om ons heen. Vanaf 1945, met de stichting van de Verenigde Natie die bedoeld was om de vrede op aarde te brengen, is tot aan vandaag ernstig mislukt. Er is altijd wel oorlog en juist een vermeerdering zelfs van de dingen waarvan de Heer Jezus gezegd heeft dat zou gaan gebeuren. Vers 11. En er zullen grote aardbevingen en nu hier dan weer pestziekten en hongersnoden zijn. Ook vreselijke dingen en grote tekenen aan de hemel. Kijk recentelijk maar aan Japan met een verschrikkelijke aardbeving, maar ook in Europa en Turkije. Ik denk dat dit voor ons wel duidelijk is. Maar nu een ander groot teken van onze tijd. U moet goed opletten, want de wereld ziet het niet raak. Dat is de opkomst van de heidennatiën. Dus de niet-Israëlische volken, bijvoorbeeld Turkije, Marokkanen, Zwarte uit Afrika enzovoorts. Er was nooit eerder zo'n tijd. Ik bedoel niet alleen in aantallen of prestaties, intellect of wat nog meer zij. Nu worden de minderheden door meerderheden geciteerd. Dit wordt in Gods woord voor ons uitgespeld. Ik geef een paar schriftgedeelten. Ezechiël 30 vers 1 tot 3. En het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, dat betekent Adamiet, profeteer en zeg. Zo zegt de Heere Heer, weeklaag achter die dag, want nabij is de dag, ja nabij is de dag van de Heer, een dag van wolken, het uur der volkeren zou het zijn. In deze tijd van de natieën
bekend als de tijd van de heidenen, dat is nu wat er plaatsvindt. Ik wil u graag terugnemen naar ons gelezen gedeelte in Lucas 21 en dan vers 28 tot 32. Waar de Heere heeft gezegd, wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En hij sprak er gelijkenis tot hen. Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet, geschieden weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat alles geschiet. De vraag is, welke dingen? Die ga ik u nu noemen. Ze gebeuren voor onze ogen. Want de meesten zien dit niet raak. De Heer zegt, let op de vijgenboom en alle bomen wanneer deze uitlopen, dan weten jullie dat de zomer nabij is. Dit kennen wij vanuit de natuur. Maar wat betekent dit nu profetisch? In de Bijbel stellen bomen natiën voor. En de vijgenboom stelt het huis van Juda voor, die vandaag bekend staat als Joden. Nu, in mei 1948 kwam de huidige Joodse staat tot stand. Wel op een bedriegelijke wijze, waar ik niet op wil ingaan, maar wel een zeker profetische beschouwing over het bestaan van deze Israëlische staat, die tot stand gekomen is in 1948. Wat ten gevolge heeft gehad dat er een geweldige nationalisme onder de Joden ontstond, en dat is vandaag nog steeds zo. Het feit dat de vijgenboom gebod heeft, en nu zegt de Heere, dat dit geslacht niet voorbij zou gaan, als alles zou geschieden. En dan gaat het dus over het geslacht vanaf Adam, Abraham, Isaac en Jacob wel te verstaan. Verder heeft de Heere ook gezegd dat al de andere bomen, dus de andere volken, zullen uitbotten. Zo weten wij dat de zomer nabij is. Dat is toch wel duidelijk. Je moet u goed opletten. Voor 1945 sliepen de niet ontwikkelde landen, zoals het continent Afrika, Java, Sumatra, Indonesië, Indochina, die Frans bezit was, Indië, Sri Lanka en al de andere gedeelten die op een of andere manier Europees bezit waren, het zogenaamde kolonialisme, tijdperk. Zo was dit ook in Afrika, behalve Egypte tot aan Rhodesië, nu Zimbabwe, was onder één of andere mogelijkheid. Terloops, terwijl ze onder Europees beheer waren, was er nergens hongersnood. Er waren ook geen massamoorden en al die andere dingen die nu schering en inslag zijn in Afrika. Men las nooit van banken die failliet gingen. Maar na 1945 gebeurden er eigenaardige dingen. Dwars door Afrika zijn de winden van veranderingen gaan waaien met de kreet Uhuru, wat vrijheid betekent. Hals over kop hebben de Europese mogelijkheden de een naar de andere de benen genomen uit Afrika. En al de staten, ook de kleinste, kregen hun onafhankelijkheid van de Verenigde Naties die gesticht werd. Met andere woorden, deze volkeren, die eerst onderhorig waren tot 1945, steken nu hun borst uit tegen de vroegere koloniale beheersers en blazen nu hoog van de toren. Maar ondertussen sterven ze van honger en ellende en oorlogen. Ze konden nooit op eigen benen staan. En zullen dat in de toekomst ook niet kunnen. Maar profetisch klopt dit wel. U kunt het lezen in Ezekiel. U kunt het vandaag ook zien in Zuid-Afrika, die door de communistische omwenteling tot een derde wereldland is gebombardeerd. Het andere deel van Afrika staat op de rand van hongersnood. Wanneer wij kijken naar de zogenaamde Oostbloklanden, zien wij hetzelfde beeld. Deze landen kraken in hun voegen. Dit betekent van het uitbotten der bomen. Ik noem een paar andere feiten uit ons gelezen gedeelte. Er zullen tekens zijn aan de zon, maan en sterren en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege de brulderen van de branding. Een mens kan hier een hele lezing over houden. Maar als men schrift met schrift vergelijkt, dan ziet men dat de Bijbel praat van zee en branding. Dat symbolisch natiën en volkeren betekent, die in een toestand van onstabiliteit zijn. Zee
en branding dreunen met een zwaar geluid. Mensen doen dit op dezelfde manier en vandaag klinkt hun geluid over de gehele wereld. Want vers 26 zegt immers, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor die dingen die over de wereld komen, want de machten der hemelen zullen wankelen. Het Griekse woord is een zeer krachtig woord dat gebruikt wordt. Dat heet dynamis, daar komt ons woord dynamiet vandaan, of ontploffing. De krachten van de hemel zullen geschud worden. Het woord hemelen wordt vertaald als uranios en heeft dezelfde betekenis als uranium, waar de atoombommen of waterstofbommen van gemaakt worden. Met andere woorden, men kan het zo lezen. Mensenharten zullen bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die over de wereld komen. Want dynamiet van het uranium zal geschud worden. Het resultaat hebben we kunnen zien in 1945. Dit is een geweldig teken voor onze tijd. Nu, zover het ons volk betreft, wat een geweldig factor is in deze zaak, het volgende. Volgens de profeten en de schriften van koning Jezus, de koning van Israël, zal hij spoedig komen. Omdat wij geloven dat wij nakomelingen zijn van dat volk en met God een eeuwig en een onveranderlijk verbond heeft gesloten. En omdat de Heer heeft gezegd dat wanneer de Heer Jezus komt, zal hij koning worden over dit volk. En dit grote gebeuren willen de heidennaties, die hebben de heidennaties geïnspireerd door Satan en die wil dat dus verhoeden. Als dit gaat gebeuren, dan kunnen wij deze dingen verstaan. Deze dingen zullen met grote smart beginnen. We zien nu al de symptomen van de grote dingen die gaan komen. Er zullen grote aanslagen komen om het godsplan te dwarsbomen. Want volgens de schrift moet koning Jezus als koning over Israël gaan regeren, dus moet hij naar deze aarde terugkeren om de aarde weer in harmonie te brengen met God. Dit is de enigste manier. Let goed op. Dus, als de duivel erin slaagt om ons uit te wissen, kan de schrift niet vervuld worden en kan Jezus niet terugkomen. Zo simpel liggen de zaken. Vanaf de tuin van Eden heeft de duivel geprobeerd om God te dwarsbomen. Als wij uitgewist gaan worden, met andere woorden ons weggeblazen van de aarde, dan bestaan wij niet meer. Dit gebeurde als wij worden verbasterd. Dan verliezen wij onze identiteit en dan zijn we niet langer Gods volk. In Israël kan alleen maar regeren over Israël, want daarin ligt zijn troon. Nergens heeft Jezus gezegd dat hij gaat regeren over een bastaardvolk. Daarom de huidige consternatie. Dit moet men kunnen inzien. In ons land is men al jaren druk bezig om ons om te buigen tot een bastaardvolk. Integratie en integratie is de slogan. Verbasteren op verbasteren. De politiek heeft de hekken van de integratie wijd opengezet. O wee als je je daartegen verzet. Dit gebeurt op alle gebieden, economisch, sociaal, kerkelijk, op elk terrein waar dit mogelijk is. Maar het eigenaardige is toch wel dat als de Jood zichzelf wil blijven, en dit geldt ook voor moslims, kan dat zonder enige weerstand gebeuren. Maar wee, je gemeente. Doet de blanke Nederlander dit dat, dan is dat racisme. En niemand klaagt daarover. Onze identiteit verdwijnt gewoon van het toneel, omdat als jij je eigen identiteit wil behouden, dan bega je de grootste zonden die men maar kan bedenken. Wat mij pijn in het hart geeft, is dat er niemand op politiek en kerkelijk niets tegen dit verval wil ondernemen. Maar ondertussen is de opkomst van de heidenen een feit en de gewone mens ziet dat dus niet in. De Bijbel is een redelijk boek en ook logisch. Er moet een verklaring voor zijn. Wat is de verklaring verder, behalve nu dat Satan die Gods wil dwarsbomen, zodat de Heer Jezus niet kan terugkomen naar de aarde om dat te doen wat in de profeten staat geschreven.
Misschien moet ik dat hier verduidelijken vanuit de schrift en aanwijzen. Bij de geboorte van onze Heer Jezus, toen de engelen de geboorte van Jezus aankondigen, heeft hij tegen Maria gezegd, let goed op, Lucas 1, vers 31 tot 33. Die engel zegt tegen Maria, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Zijn deze woorden in onze kerken wel doorgedrongen? En de Heer gaat verder. En de engel gaat verder. En de Heere God zal hem, dus Jezus, de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob, dus de 12 stammen, heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Davids troon was een aardse troon. Nergens leest men in de Bijbel dat David een troon in de hemel had. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Jezus moet nog koning worden over het huis van Jacob, al de 12 stammen. En dit huis is nooit een kerk geworden. Het is nog steeds een nationaal volk. Helaas wordt dit feit niet aanvaard. Let goed op. Als het huis van Jacob niet bestaat, dan worden de woorden van de engel tot leugen verklaard. Of zelfs God die door de engel spreekt. Ik zeg dit om... dit te benadrukken, er is geen ander alternatief. Gelukkig, God kan niet liegen. Hij is ook niet onmachtig, maar juist almachtig om het huis van Jacob door de stormen der tijd heen te loodsen. Maar ik leg juist de klem op integratie, omdat dit Satans gevaarlijkste wapen is in onze dagen. Wie de instroom van vreemde volkeren steeds meer toeneemt, hè? Het is begonnen met de instroom van Surinamers in de jaren 70. En wordt nu al berekend dat er binnenkort 1 op de 10 inwoners van ons land gekleurd zal zijn. In Amsterdam leven momenteel meer dan 191 nationaliteiten. Werkelijk een Babylonisch bastaard bolwerk. Niet alleen Nederland zit met het ernstige probleem, aangewakkerd door de politiek. Maar ook Engeland verkeert in dezelfde toestand en is bezig zich te ontwikkelen als Amerika en wordt ook langzaam maar zeker omgevormd tot een bastaardstaat. 30 jaar geleden was de USA nog 60% blank. Vandaag is het percentage heel veel minder. De gekleurde massa is snel bezig om het Westen te overrompelen. Dat kan omdat de hekken in een rap tempo worden opengezet en om de waarheid te zeggen... het gaat zo snel dat er geen grensdraad, dus een grens of wat meer kan keren. Dit is de betekenis van onze tijd. Het verklaart en de verklaring vinden wij in de schrift. Nu wil ik met u nagaan waar dit is ontstaan en hoe dit tot stand is gekomen. Daarom lezen wij een paar versen uit Jesaja hoofdstuk 14, vers 12 tot 14. Dan wordt er een beeld van onze tegenstander geschetst. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volkeren? Moet je goed bij stilstaan. En gij overlegde nog wel, ik zal ten hemel opstijgen boven de sterren Gods, mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst, ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Dit is de beschrijving van de opstand van Satan tegen God voor de grondwerking van de wereld. Hier zien wij hoe de duivel Satan is geworden. God heeft de duivel niet geschapen. God heeft een engel geschapen, zijn naam was Lucifer. Hij was de hoofdengel van God. Hij was aangesteld om hoofd te zijn van de aanbidding van God. Hij was een wonderlijk wezen. Hij was een wonderbaar wezen. En hij bedacht wat hij kan zelf gelijkstellen met God.
Er zijn vele duidelijke aanwijzingen in de schrift en ook uit andere bronnen dat de vorige wereld, dus er was een wereld voor deze wereld, en in die wereld was hij het hoofd van deze wereld die door God geschapen was, waarvan we lezen in Genesis. Maar omdat hij zo'n wonderlijk wezen was, heeft hij de gedachte gekregen om zich gelijk te stellen met God, en hier is de zonde ontstaan. En waar hij van Lucifer Satan geworden is, de tegenstander. Het is ook precies dezelfde methode die hij gebruikt heeft bij Adam en Eva toen hij vertelde dat zij gelijk konden worden aan God. Door van die ene boom te geneten, namelijk de boom van goed en kwaad. Vers 13. En gij overlegde nog wel, ik zal ten hemel opstijgen boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden. Met andere woorden, wat betekent dat hij nu onder de hemel? Nee, dat betekent dat hij nu onder de hemel was. Hij zegt immers, ik zal ten hemel opstijgen. Hier wordt zijn aardse macht onder woorden gebracht. Met haar bewoners. Daarom vinden we vandaag zoveel geraamten van zeer oude aardbewoners, waarvan de geleerden zeggen dat zij miljoenen jaren oud zijn. Terwijl wij vanuit de schrift weten dat de huidige wereld maar 6000 jaar oud is. De volgende vraag kan gesteld worden. Hoe verklaar jij nu de wetenschap met de Bijbel? Hij had immers gezegd, ik zal ten hemel opstijgen boven de sterren Gods, mijn troon oprichten en zetel op de berg de samenkomst in het noorden. Hetzelfde vinden wij ook in Ezekiel 28, waar wij naderende beschrijving vinden. 28 vers 12 tot 19. Mensenkind, Adamiet, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zegt tot hem, zo zegt de Heere, Heere, volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Ede waart gij Gods hof, allerhande edelgestenen overdekte u, rode jaspis, chrysoliet, parsum, turkstrooi, cycropas, nefrit, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschutte seren met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden wandelen te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwam gij tot zonde. Van de berg der goden verband ik u en deed u weg. Gij beschutte seerp van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister heb gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp ik u en maakte u tot een schouwspel voor koningen om het leedvermaak naar u te zien. Doch uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, heb gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed ik oplaaien in uw midden, en dat verteerde u. Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van alle die u zagen. Allen die onder de volkeren kunden, waren ontzet over u. Een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij voor altijd. Hier vinden wij dat hij uit de hemel geworpen en toen in de eerste wereld verwoest. Geleerden menen zijn aanduiding voor de eerste wereld is vernietigd door kernachtige vernietiging. Zoals het ook al gebeurt door de huidige bedreiging van de kernwapens die nu gebruikt kunnen worden. Als de kernbommen losgelaten worden, en volgens de schrift gaat dit ook gebeuren, dus als dit niet wordt gestopt, zal alles en iedereen worden uitgewist. Dit is wat Satan wil. Daarom heeft de Heere gezegd, tenzij deze dagen niet worden ingekort, er geen vlees behouden zal worden. En wij, Israël, zijn die uitverkorenen. En daarom worden deze dagen ingekort. Er zal een zeker overblijfsel zijn. Want de Heer Jezus moet immers over een volk hebben, hij moet een volk hebben, om daarover te kunnen regeren. Wanneer hij terugkeert naar de aarde. Dit is het spel van deze tijd.
In Genesis 1 vers 2 lezen we, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Dit begin was er al lang voor deze schepping, zoals wij dit nu kennen. Dat is de hemel en de aarde waar Satan het hoofd van was. Daarom zegt de Satan, ik wil opklimmen, maar werd daardoor buiten geworpen en zegt vers 2, toen de aarde nu was woest en ledig en de duisternis lag op de vloed en Gods geest zweefde over de wateren. De juiste vertaling moet zijn, en werd woest en ledig. Maar hoe is hij woest en ledig geworden? Er moet een geweldige ramp zijn geweest. Precies hetzelfde bedreigt ons opnieuw. Koning Salomo heeft ooit gezegd dat er niets nieuws onder de zon is voor wat er al niet is geweest. De aarde nu was woest en ledig. Toen is alles op aarde uitgewist. En Satan werd buitengeworpen. En toen is de Heer alles opnieuw gaan herscheppen. Nou lezen wij zeer belangrijke woorden die de Heer heeft gesproken. In Genesis 1 vers 26 en 28. Dit is wat de theologie weinig heeft begrepen. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, omdat zij heersen over de vissen ter zee en over het gevogel des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over alle kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar, heerst over de vissen ter zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Nu moet u goed opletten. Ik ben nog steeds bezig een beschrijving te geven van de betekenis van onze tijd. God heeft gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde. Met wat? Met mijn beeld. Met andere woorden, mensen. Het woord mens in het Hebreeuws is het woord Adam. Hij zegt, laat ons mensen maken. Laat ons Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En laat hem heersen over de gehele schepping. En wees vruchtbaar en vul de aarde. Vul hem met wat? Met mijn beeld. Hoe lijkt de mens en hoe lijkt God? Ik kom nu bij een ernstige zaak van groot belang. Hoe zag Adam eruit? Hij was de eerste mens. Was hij zwart? Was hij gekleurd? Dit is wat mensen in de politiek rondstrooien. Maar ook theologen doen daar aan mee. Er kan geen twijfel bestaan dat Adam eruit zag, hoe hij eruit zag. Adam was namelijk blank. Ik zal het aantonen terwijl de grote internationale evangelisten de massa paaien naar wat de politiek rondstrooien. Hun kreet is, alle mensen zijn gelijk en mensenrechten. We hadden het afgelopen jaar hadden we bij de spektakel van de eeuw, hadden we zelfs een zwarte Jezus. Paulus heeft voor ons in deze dagen een ernstige waarschuwing achtergelaten. In 1 Timotheüs hoofdstuk 4 vers 1 tot 3. Maar de geest, dus de Heilige Geest, zegt nadrukkelijk dat in latere tijden, dus in onze dagen, sommigen zullen afvallen van het geloof. Hoe komt dat? Doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Hoe zien die eruit? Want de geest kan je namelijk niet zien. Maar je predikant kan dat dus wel. Dus mensen kunnen dwaalgeesten en die dwaalgeesten inspireren die mensen zoals Timotheus dat zegt. Door huichelarij van leugens spreken. Je hebt predikanten die al niet meer geloven in God. Die hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Het huwelijk verbiedende. Dus vandaag de dag geldt het huwelijk niet meer. Dus alles kan. Homo's en lesbiens kunnen trouwen. Kunnen kinderen adopteren enzovoorts. Welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen. Die tot de erkentenis de waarheid gekomen zijn. Er zijn zelfs predikers die vandaag zeggen dat de Heer Jezus zwart was. Of een kleurling. En nu preekt men
van een zwarte theologie. Ik heb het al aangehaald, de EO is daar ook een voorloper van in ons land. Ik zal nu bewijzen dat Adam blank was. U moet dat wel zelf gaan onderzoeken. Waar God in een menselijke gedaante is verschenen, was God altijd blank. Jezus, die God is, geopenbaard in het vlees. U vindt dat in Johannes 14, vers 8 tot 9. Filippus zei dan tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En Jezus zei tot hem, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt hij dan, toon ons de Vader? Het woord Adam in het Hebreeuws zegt duidelijk, hij die kan blozen. Alleen een blanke kan blozen. Nu, koning David was een man naar Gods hart en een toonbeeld van een zuivere Israëliet. Dit lezen wij in 1 Samuel 16 vers 12. Daarop liet men hem halen. Hij was nu rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zei de Heer, sta op, zalf hem, want deze is het. Lees ook de strijd van David tegen Goliath, waar deze boos was en niet wilde vechten. Hij zag namelijk een mooie jongen, want David was blank en had een schoon uiterlijk. En Satan heeft alles in het werk gesteld om de schepping mens te vernietigen. En God heeft deze mens als hoofd van de schepping gemaakt. En zo werd Eva het hoofddoel van Satan, want zij valt dan in, met haar val valt ook het gehele mensdom. En zo is het ook gebeurd. Adam heeft er ook aan meegewerkt om Eva te steunen. En zo verviel de mens als Gods schepping. En de val dendert maar door. Nu wordt het kostbare bloed van de mens Adam het mikpunt van de vervuiling door aanvallen van andere schepselen op de bloedlijn van Adam. Kruisiging van Adams ras brengt bastaarden voort en vernietigt zo het goddelijke beeld. Want Adam was een zoon van God en de man geeft aan het kind een bloed, niet de vrouw. Over dit belangrijke onderwerp bezitten wij een uitstekende brochure omtrent de twee zaden op aarde van Genesis 3 vers 15. Maar God trok maatregelen om zijn bloedlijn te bewaren. Want we lezen in Genesis 5 vers 3, al na de dood van Adam baarde Eva een andere zoon. Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld en noemde hem Seth. U ziet hier hoe de Bijbel dit beklemtoont naar zijn gelijkenis. Nu, dit is erg belangrijk, want het is Gods doel dat er een geslacht op aarde zou zijn in menselijke gedaante naar zijn beeld en gelijkenis. Met andere woorden, zijn kinderen op aarde. Kaïn was een mensenmoordenaar, omdat hij de aard van zijn vader bezat, namelijk de duivel, zoals Johannes laat zien in 8 vers 40. Hier ziet u Satans methode om het plan van God te torpederen. Als men goed leest, dan onderkennen wij dat de Heer Jezus gezegd heeft dat wij nu leven in de dagen van Noach. Want in Matthäus 24, vers 37 lezen wij, want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. En wat gebeurde er in die dagen? Verbastering op grote schaal. In Genesis 6, vers 1 en 2, toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermeerderen en te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen, van de Adamieten, schoon waren en ze namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. Theologen hebben een probleem met deze tekst, maar de Hebreeuwse taal is zeer duidelijk. Toen de mensen, dus Adamieten, zich op de aarde gingen vermeerderen, en uit hun dochters werden geboren. Met andere woorden, Adam en Eva, na Seth kregen zij zonen en dochters. Nu de vraag, wie zijn dan die zonen Gods? Ik wil u een paar vertalingen lezen. De Septuagint geeft weer angels of God. De Nieuwe Engelse Bijbelvertaling vertelt met sons of the gods. En de Goed Nieuws Bijbel vertaalt dit als supernaturale brides.
En de nieuwe Afrikaanse vertaling zegt dat als hemelwezens. Het zijn een paar teksten uit verschillende vertalingen. Het is altijd goed om dat naast elkaar te leggen. We lezen dit verband Job 1, 6, 7. Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor te stellen en onder hen kwam ook de Satan. En de Heere zei tot Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde, de Heere, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Wat is hier gebeurd? Hier heeft opnieuw gruwelijke vermenging plaatsgevonden. Weer Satans methode. Hij is hoofdengel, gevallen en pleegt de eerste daad van verbastering. Het deed voor navolging bij de andere gevallen engelen een ontelbare schare en ze zijn ingegaan bij de dochters van Adam en bij hen kinderen verwekt. Deze kinderen waren natuurlijk bovennatuurlijke wezens en de Bijbel zegt dat het reuzen waren. Daar komen de reuzen vandaan, door de vermenging van bovennatuurlijke wezens met de mensenkinderen. Een opstand tegen God. Daarom is elke vermenging een opstand tegen God en het vindt plaats op grote getallen op deze wereld en ook in ons land. In de dagen van Noach was het zo erg geworden dat de zondvloed moest komen vanwege de boosheid van de mensen. Vandaar het verhaal in Genesis 6 vers 1 tot 9. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat die dochters der mensen schoon waren. En ze namen zich daaruit vrouwen wie zij maar verkozen. En de Heere zeide, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven. Nu zij zich misgaan hebben, hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde en ook daarna toen de zonen Gods tot de dochter der mensen kwamen en zij hun kinderen waren. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Toen de Heer zag dat de boosheid der mensen zo groot was op de aarde en al wat de overlegging van zijn hart voortbrachten, te alle tijden slecht en boos was, berouwde hij de Heer dat hij de mensen op de aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel al het vee en het kruipende gedierte en het gevogelde des hemels, want het rouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onze tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Want Noach wandelde met God. Is de aarde vandaag niet gevuld met geweld? Alles wat mensen bedenken was en is slecht. Is dat wat wij vandaag hier vinden? Kijk naar de tv. De grote reden van God om het mensdom te vernietigen was hun gruwelijke vermenging. God moest dit stoppen om zijn beeld op de aarde te kunnen behouden. Dit proces zal door God opnieuw gestopt worden. We leven nu in een tijd van afronding. Blijf goed opletten op deze belangrijke tekens van deze tijd. We lezen nogmaals Genesis 6 vers 9. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onze tijdgenote een rechtvaardig en onberispelijk man en wandelde met God. In de doorsnee prediking wordt Noach afgeschilderd als iemand die wandelde met God, een wonderlijk mens en de nadruk wordt opgelegd op zijn oprechtheid onder zijn tijdgenoten. Maar u heeft nooit de waarheid gehoord. Deze onberispelijke man heeft een geweldige betekenis in het Hebreeuws, namelijk tamin. En zijn uitspraak is taumun. Dit woord betekent, let goed op, ras echt. Natuurlijk was Noach een oprecht mens, zeker was Noach een goed mens, maar dit woord voor Noach, dat voor ons van groot belang is, is dat hij raszuiver was. Dit woord wordt ook gebruikt voor de offerdieren die geslacht moesten worden. Met andere woorden, Noach was de enige raszuivere Adamiet die overgebleven was in die tijd. Moet je voorstellen, de enige die overgebleven was. Hier kunt u zien hoe Gods plan een aan een zij draadje heeft gehangen.
als God niet drastisch had opgetreden, dan was zijn geslacht, dus van Adam, verloren gegaan. Dan waren allen uitgewist. Noach en zijn familie zijn in de ark gegaan en er waren enigen die eruit gekomen zijn. En de lijn via Seth werd daardoor gered. En uit deze lijn heeft God in de loop der tijd een man gevonden, opnieuw één man, en dit was Abraham. Ook van hem wordt gezegd dat hij oprecht was in zijn geslacht, Tamin. Abraham kreeg een zoon Isaac, een wonderkind door de Heer beloofd en gekregen. Toen hij 100 jaar was en Sara 90, ver voorbij het stadium van voortplanting, daarom verjongde God Abraham en Sara's leven. Dit is uiterst interessant. Weet u waarom? Omdat Sara geen kinderen kon krijgen. Sara was onvruchtbaar. Waar kwam deze onvruchtbaarheid vandaan? Van Satan. Satan probeerde keer op keer dat God op aarde geen nageslacht zou voortbrengen. Daarom moest God een wonderwerk verrichten en zo werd Isaac een wonderkind, geboren uit een wonderlijk ras. Ik weet dat er mensen zijn die naar deze boodschap luisteren zullen zeggen, de prediker, je verkondigt een filosofie van een herenvolk. Maar ik geloof dat Gods woord, en ik geloof Gods woord, en ik ken zijn plan met de schepping van de mens. En daarom dat hij meent dat Isaac uit het wonderras is voortgekomen. En uit deze belangrijke geslachtslijn is een groot aantal volken voortgekomen, namelijk geheel Israël. En tegen dit volk woedt een bittere strijd. En het is tevens de climax van de betekenis van de tijd waarin wij leven. Isaac was niet zomaar een winterras. Want de Heer heeft gezegd tegen Abraham en Isaac toen hij 17 jaar oud was, offer jouw zoon. Wij kennen dit verhaal goed, maar uit dit geofferde kind zou het Godsplan met de aarde voltooid worden. Abraham geloofde God en offerde zijn zoon. En zo zegevierde Abrahams geloof. Maar wat men niet weet is, omdat het niet wordt onderwezen, is dat Isaacs gehele nageslacht werd geofferd. Daarom heeft Israël een goddelijke roeping om Gods beeld en gelijkenis op aarde te herstellen. Daarom zal er een machtige bekering onder het volk gaan plaatsvinden. Vandaar deze belangrijke boodschap voor ons volk, voor deze tijd. Ik doe een beroep op de mens, op de Adamiet, bekeert u en zoek naar uw Israël-identiteit. En bedenkt, wat levert de zonde op? Waarom wilt u leven in ijdelheid? Je moet je opnieuw wijden aan God. Hij heeft onze voorouders door de eeuwen heen bewaard door het offer van Isaac. Uit hem komt het blanke volk in zijn glorie naar voren. De Heer Jezus is uit dat geslacht geboren. Wat nooit wordt onderzocht is het volgende. Vanaf 1945, toen de blanke ras hals over kop uit Afrika is vertrokken, werd het in dit continent corrupt, armoede, hongersnood, burgeroorlog enzovoort. Te veel om op te noemen. Door de blindheid van ons, dus van Israël, hebben wij veel zonde gedaan en daardoor verdween de godsdienst en de beschaving. En zieken kwam opnieuw terug die door de blanken waren uitgebannen, de ziekte. Daar waar blanken verdwijnt, verdwijnt de echte beschaving. Helaas zien mensen dit niet. Het gaat om Abraham, Isaac en Jacob. Want Jacob kreeg 12 zonen en uit deze zonen ontstonden 12 stammen het latere koninkrijk van God op aarde. Dat huis van Jacob wordt door zonden verdeeld in twee huizen. Het huis van Israël, dat noemen we de 10 stammen, en het huis van Juda, de 2 stammen. Zij leefden in zonden, zij luisterden niet naar God, wel luisterden zij naar de stem van Satan, zoals door Adam en Eva ook was gedaan. Zij werden in verschillende deportaties in ballingschap gezonden en de 10 stammen gingen naar Assyrië. De 2 stammen gingen 125 jaar later naar Babel voor de duur van 70 jaar. En konden terugkeren, want vanuit Juda werd de Messias Jezus geboren, die naar de hand werd gekruisigd. De 10 stammen werden in ballingschap weggevoerd naar Assyrië, waarvan zij als natie
nooit zijn teruggekeerd. Met andere woorden, zij waren niet verantwoordelijk voor de kruisiging van onze Heer Jezus. Later zijn deze stammen uit Assyrië ontsnapt en zijn Europa binnengedrongen, zonder dat zij hun werkelijke identiteit kenden. Die waren zij tijdens hun lange ballingschap kwijtgeraakt. Maar de Heere God heeft hen nooit uit het oog verloren. Later zijn deze volkeren bekend geworden als de Indo-Germaanse rassen. In de volkenkunde staan zij bekend als Caucasisch ras, het blanke ras. De reden hiervoor was dat deze 10 stammen op hun weg naar Europa door de Caucasische gebergten zijn getrokken. Daar is de geschiedenis van ons blanke ras begonnen. U kan dat aan elke volkenkundige gaan vragen, zelfs aan taalkundigen. Zij vertellen ons dat de Indo-Germaanse terug te vinden zijn in het Caucasische gebied en zelfs verder, zoals het gebied van het huidige Iran rond de Kaspische Zee. Dit is het gebied waar het huis van Israël in ballingschap is weggevoerd en waaruit zij ook zijn ontsnapt. Dit is de plaats waar wij oorspronkelijk vandaan komen. Dit is de oorsprong vanaf de tuin van Eden. Dit is de verklaring van de strijd van de eeuwen her. En nu is dit de betekenis van onze tijd en de climax van die eeuwen. En het is een lange strijd. Nu komt Satan met zijn laatste poging. Maar de koning is onderweg naar zijn volk. Hij heeft immers gezegd: als je al deze dingen ziet gebeuren, weet dan dat jullie verlossing nabij is. Satans laatste kans. Hij heeft geprobeerd Israëls koning te vermoorden door hem aan het kruis te nagelen. Maar na de derde dag is hij opgestaan, halleluja. En deze zit nu aan de rechterhand van God, van waar hij wacht op te komen als de profetische dagen vervuld zijn. Nu is hij voor Satan te machtig, maar deze zal alles in het werk stellen om zijn volk Israël, waar Nederland ook onder valt, om die uit te wissen door verbastering. Met andere woorden, de betekenis van onze tijd is dat de duivel vecht om te overwinnen. Dit is de werkelijke betekenis van onze tijd. Mogen God ons genadig zijn. Ik heb geprobeerd om u te waarschuwen. En de Heere zegen u daarvoor in Jezus' naam. Amen.
goed nieuws, nieuws met een eeuwigheidswaarde. Ik ga nu een hele belangrijke opname voor u maken. Met de titel, de betekenis van onze tijd. In wat voor tijd leven wij? Wat gebeurt er op politiek terrein? Wat gebeurt er op kerkelijk terrein? En wat heel belangrijk is, hoe werkt Satan ook in onze dagen? Daarom gaan we naar Lucas, hoofdstuk 21, en dan lezen we de 6000 jaar. Maar de grepen aarde begonnen te willen zijn God en offerde stempels. En zo hebt u gezien dat ik een live-opname heeft gemaakt van een mooie en een belangrijke studie. De betekenis van deze tijd. Het is belangrijk dat wij dat profetische woord goed leren kennen. Er komt ontzettend veel op ons af als Nederlandse volk. We zitten in de periode dat er een regering gevormd moet worden. En het wil maar niet lukken. Mensen die de politiek al jarenlang volgen, zien ook, en als je niet blind bent, dat al die politiek vanaf het begin altijd geëindigd is in een fiasco. We hebben altijd rampen en moeilijkheden gezien. Het is altijd de politiek die de gewone mensen negeren. Ze lopen graag achter internationale zaken aan. Rutte is zo'n man. En Pechtold ook. Ze gaan graag naar de Bilderberg-conferenties. Het zijn illuminaten. De VVD, daar barst het van de vrijmetselaars. Maar goed, die andere partijen zijn ook niet pluis op de graat. Je zal maar een christelijke partij zijn. En je zal in dat Babylonische tijd, zou je het eens politiek gaan bedrijven. Dat verlies je altijd. Dat leren de profeten ons. Onze enige redding is als volk van God, is dat wij terugkeren door berouw en bekering. Zoek Jezus. Laat je verlossen voor eeuwig. Ja, ik weet het wel. Mensen willen dat allemaal niet horen. Want ze ergeren zich eraan als ik praat over de verlossing van de mens. Maar het is ook de enige kans die een mens krijgt in zijn leven. En waarom zou je nou verloren willen gaan voor in de eeuwigheid? Ik probeer het wel eens in te denken bij mensen, maar ik kom er maar niet achter waarom mensen dat zo graag willen. Waarom wil je jezelf vernietigen? Terwijl ze aan de andere kant, als ze heel erg ziek zijn, de meest gruwelijke dat heb je eens wat ouder wordt. Als je chemokuren, ja, er zijn altijd zulke rare woorden, chemokuren. Ik heb het wel eens meer gezegd en ik blijf het ook deze keer zeggen. Ik ben zelf ongelooflijk ziek als dialysepatiënt. Maar ik weet dat ik op een dag gezond zal worden. Want als Jezus terugkomt, ga ik hem tegemoet. En ik ga mee in dat nieuwe koninkrijk van God. Daarvoor zit ik hier in een kleine studio. Daarvoor ben ik altijd bezig films te maken, opnames te maken. Om als volk, ik probeer het als eenling om u wakker te schudden. En ik weet het is de moeite meer dan waard. Ik bid elke dag voor u dat het Nederlandse volk tot erkentenis van de waarheid zou komen. Dat ze erachter komen hoe zij zijn en worden misleid. Amen.